Whoa, whoa, whoa. La badibie. Dan, 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 dan. Ja, 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 ja. Ja, hey, ja. In de? Ja, ja, ja. Disu mas ha miwa ang mama. Hij heeft eigenlijk de Surinaamse soul uitgevonden. Het moet gewoon dat je een tribute voor deze man doet om hem om zijn nalatenschap eigenlijk te herinneren. Als kleine jongen vond ik die liedjes niet leuk. Toen was ik 5, 6 jaar, dat ging James Brown doen. Weet je? Dan denk je, maar later toen ik de teksten ging luisteren en toen iedereen die naar Nederland ging die tijd, je weet, er was een hele hoos de jaren 60, 70, 75. Op de radio had je een verzoekplaatje, Adjossi of Aisrana. En dat heeft mij dus ook aangegrepen, ging ik dus eigenlijk meer verdiepen in Max Steijman. Mama, nagato, nawise. Zijn persoonlijkheid en zijn muziek hebben veel voor mij betekend, want hij was mijn voorbeeld. Aisrana, mimoi. Je moet je voorstellen dat hij vanuit Mongo opereerde, ik vanuit Paramaribo, maar ik was een stuk jonger. En dan heb je natuurlijk een richtpunt nodig. Hij was mijn richtpunt. Behalve de muziek heeft hij ook een bepaalde snik in zijn stem dat je niet kan nadoen. Laat zeggen een Hazes, dan weet je dat het Hazes is, wat hij ook zou zingen. Vooral omdat de liedjes eigenlijk in het Surinaams waren en emotioneel of verbonden aan een gebeurtenis, afscheid of het verlaten van Suriname. Nu is het moment aangekomen dat er een tribute is voor hem. Is dat ook emotioneel? Ja, zeker emotioneel, want dan zie je hem weer even staan. En geloof me, hij heeft de meeste Surinaamse nummers heeft hij zelf geschreven, dus niet vertaald. Dus het vertegenwoordigt aardig wat emoties. En als je die emoties kan oproepen en voelen op dat moment, dan heb je het een beetje redelijk gedaan, vind ik.